Heel concreet ben ik eraan begonnen door in het atelier van Barry Ahmad Talib te gaan zitten. Een kunstenaar die permanent in residentie is in mijn atelier, in decoratelier in Brussel. En ik ben bij hem gaan zitten en we zijn samen blaadjes beginnen knippen. Barry heeft een praktijk als kunstenaar om blaadjes te maken van gerecupereerd hout en tapijt. Door het knippen van die blaadjes en door het tijd samen doorbrengen, zijn we eigenlijk het script van de voorstelling beginnen schrijven. Centraal in de voorstelling staat eigenlijk decoratelier. Mijn atelier in Brussel, in Molenbeek, waar ik mijn decors maak en waar Barry ook werkt en concierge is van mijn atelier. En de mensen die daar langskomen en alle decors die we maken staan centraal in deze voorstelling. En wat je ziet is in die zin ook de realiteit in ons atelier, namelijk dingen die komen en gaan. Een soort dans van decors die één voor één verschijnen.